Russische invasie, een bezetting, zo noemt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken het. Zwaar bewapende mannen in militaire uniformen die de controle over de twee belangrijkste luchthavens op de Krim overnemen. De Krim is onderdeel van Oekraïne, maar er wonen vooral etnische Russen. Volgens Oekraïense leiders zijn de bezetters soldaten die door Rusland worden aangestuurd. Moskou ontkent elke betrokkenheid. De internationale gemeenschap maakt zich grote zorgen over de situatie op de Krim. Gefilmd vanuit een auto, zeker 11 Russische legerhelikopters. Volgens Oekraïense grenswachten zijn ze vanuit Rusland Oekraïne binnengevlogen, op weg naar de Krim. Daar voelen etnische Russen zich bedreigd door de machtswisseling in Kiev. Nog meer machtsvertoon. Mannen in militair uniform nemen bezit van het vliegveld van Simferopol. Niemand weet wie het zijn. Hun woordvoerder Vladimir zegt dat het om een burgermilitie van etnische Russen gaat. We willen niet dat radicalen, zoals de Oekraïnse onze oblasten, ook andere landen, niet bezochten ons Krim. Maar het lijken eerder getrainde soldaten dan militieleden. Представьте, eens, пожалуйста. Вы из России приехали? Какого цели вы тут? Почему вы не командируете? Ребята, ну просят же, ну встаньте. А вы кто? Вы кто? Я народная самооборона. Встаньте, пожалуйста, туда. Niet alleen de luchthaven van Simferopol is bezet. Gewapende mannen hebben ook de controle overgenomen van het militaire vliegveld van Sebastopol. De weg ernaartoe is versperd. Volgens de nieuwe Oekraïense machthebbers is het duidelijk wie het bevel voert over deze militairen. Het zijn окремі groepen die явно керовані і спрямовані з іноземного центру з Кремля. Kiev hoopt op steun van de Verenigde Naties en de NAVO als de situatie verder escaleert. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft zijn Russische collega gevraagd zich terughoudend op te stellen. There are enough tensions that it is important for everybody to be extremely careful not to inflame the situation and not to send the wrong messages. En Ruslands correspondent Olaf Koens is al dagen op de Krim. Olaf, hoorde je net al verwoede pogingen doen om een antwoord te krijgen van die man in uniform. Want ja, wie zijn dit? Wie heeft ze gestuurd? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Ik heb inderdaad geprobeerd vandaag met ze te praten. Ze geven absoluut geen antwoord. Ze dragen bijvoorbeeld ook geen vlaggetjes of andere herkenbaarheden op hun uniform. Maar ja, als je er een tijdje naar kijkt, dan zie je in de eerste plaats heel duidelijk, dit zijn professionele militairen. Je ziet het aan de manier waarop ze lopen. Je ziet het aan de manier waarop ze hun wapens dragen. Ze praten verder ook niet met de pers. Ja, je kan het eigenlijk simpelweg wegstrepen. Dit is niet een georganiseerde militair. Dit zijn ook geen Oekraïense strijdkrachten. Het is zeker niet de NAVO. Nou ja, dan moeten het bijna wel de Russen zijn, maar we weten het niet zeker. De Russen, Olaf, op de Krim. Hoe gaat dit dan verder? Wat denk je? Wordt dit oorlog? Ja, als je luistert naar de berichten uit Kiev van de nieuwe overheid, ja, die zeggen duidelijk, dit is al oorlog. Hè. Volgens Kiev is hier sprake van een bezettingsmacht, een invasie zelfs. Nou, de Russen zeggen daar juist weer op helemaal niet, valt er hartstikke mee. Dit zijn normale troepenbewegingen hier op de Krim. Ja, wat er daadwerkelijk gebeurt, we weten het simpelweg niet, maar het heeft er alle schijn van. Natuurlijk, Rusland heeft historische belangen hier op de Krim. In de eerste plaats de marinebasis in het zuiden van het land en natuurlijk ook de etnische Russen die hier wonen. Ja, zeker weten we het niet, maar we krijgen allerlei signalen binnen van nog veel meer troepenverplaatsingen. Ook het bericht van zojuist dat de televisietoren door gewapende mannen is overgenomen. Ja, het lijkt erop dat een invasie onderweg is, maar zeker weten we het nog niet. Okay, blijft erg spannend. Dankjewel, Olaf Koens op de Krim. Intussen heeft ex-president Janukovic van Oekraïne zich voor het eerst weer laten zien sinds zijn vlucht naar Rusland. Janukovic gaf vanmiddag een persconferentie in het Russische Rostov aan de Don, niet ver van de grens met Oekraïne. Что я намерен продолжить борьбу за будущее Украины против тех, кто страхом, террором пытается оседлать ее. Янукович zegt dat zijn leven gevaar liep en dat hij daarom is gevlucht. Как вы знаете, в Украине власть захватили националистические, профашистские молодчики. Представляющее абсолютное меньшинство жителей Украины. Украина heeft Rusland om de uitlevering van Janukovic gevraagd, ook is de kans daarop nihil.